We zijn in samenwerking met het Rijksmuseum het schutterstuk van Frans Hals en afgemaakt door Kodde aan het scannen. In het kader van een veel groter onderzoeksproject. Dat is een heel interessant studieobject. Frans Hals was een van slechts twee niet-Amsterdamse schilders die ooit een portret van Schutters, een schutterstuk, mocht schilderen. Hij kwam alleen in conflict met zijn opdrachtgevers. Dus halverwege is hij ermee gestopt en heeft een andere schilder het overgenomen. En de meningen zijn verdeeld over wie precies wat heeft geschilderd. We hopen nu met deze nieuwe scantechniek daar meer zicht op te krijgen. Omdat degene die het schilderij afmaakt in de trant van Hals geen leerling van hem is, is de kans vrij groot dat hij net andere samenstelling van verf gebruikte om eenzelfde soort effect te bereiken. En in dat geval zouden we heel veel nieuws kunnen leren. We staan hier bij de Macro XRF scanner. Wat de scanner doet is heel langzaam heel veel puntmetingen doen. En dan krijg je een hele precieze afdruk van ja, waar welk element wordt gemeten. Dat zijn de chemische elementen. En ja, als je dan weet in welke pigmenten die gebruikt zijn, dus welke kleuren verf, dan krijg je daar informatie over. Verf zat in de 17e eeuw nog niet in een tube, dat werd met de hand gemaakt. Soms werden ook de pigmenten zelf gemaakt. Af en toe werd het in verfwinkels gekocht en dan ging je verf wrijven met olie. En elke kleur, daar zit dan weer een specifiek chemisch element in wat je kunt herkennen. Bijvoorbeeld een zwart die Hals veel gebruikt is beenderzwart. Dat is gemaakt van botten, verbrande botten, dus daar zit calcium in. Hè? Je weet allemaal, als je melk drinkt, dat is goed voor je botten. Nou ja, dat is dan iets wat je, calcium is een element wat goed te lezen is. Lood bijvoorbeeld zit in loodwit en loodtingeel. En dat geeft allemaal een ander beeld en die kun je weer over elkaar heen gaan leggen. Ja, dus het levert eigenlijk van elk element wat gemeten is, krijg je een registratie, zeg maar. Het uiteindelijke beeld lijkt wel iets op een foto, maar dat is eigenlijk niet hoe het gemaakt wordt. Dit apparaat heeft een röntgenstraal en het is eigenlijk röntgenfluorescentie wat er gemeten wordt. Ja, het is helemaal vrij technisch, maar het is dus eigenlijk één straal die schiet en één ding wat meet. En dat zijn heel veel kleine puntmetingen naast elkaar, daarom duurt het zo lang. Het duurt bijna een volle dag om dus één klein stuk te scannen. Telkens een stukje van ongeveer 75 bij 55 centimeter. Dus het hele doek duurt bijna 25 dagen en nachten om te scannen. En het levert een giga hoeveelheid data op. En voor ons is het heel interessant om Hals steeds beter te begrijpen. Bijvoorbeeld wat in de 17e eeuw gold als een echte Hals, is dat dan louter alleen door de hand van Hals geschilderd? Of konden daar ook atelierassistenten in hebben meegewerkt? En in hoeverre dan? Hè? Dat zijn vragen die we nog maar heel beperkt kunnen beantwoorden op dit moment. En wij vinden het heel spannend om steeds beter te begrijpen wat hij deed, wat hij probeerde te doen, hoe hij zijn werk opzette, van schets tot eindresultaat. Frans Hals is een van de beroemdste schilders uit de Gouden Eeuw samen met Rembrandt en Vermeer. Maar vergeleken met Rembrandt en Vermeer is er nog veel minder onderzoek gedaan naar de afbakening van zijn oeuvre. Ja, wat een echte Hals is en wat niet. En voor dat onderzoeksproject zijn we een vrij grote samenwerking aangegaan. Onder andere met het Metropolitan Museum in New York, het Rijksmuseum in Amsterdam en de Gemäldegalerie in Berlijn. Malababbe is een heel beroemd schilderij van Frans Hals en daar bestaan verschillende versies van. En we hebben één case study waarbij we het beroemde origineel in Berlijn vergelijken met een Malababbe in het Metropolitan in New York en een vervalsing van een Malababbe in de collectie van het Rijksmuseum. En daar laten we dezelfde technieken oplossen. Dan is het natuurlijk heel spannend om te zien of die beelden overeenkomen of dat het juist heel anders is. Het is
zijn heel veel technieken die nog niet of nauwelijks op schilderijen van Hals waren uitgeprobeerd. En we krijgen straks een enorme schat aan data waar we dingen uit kunnen gaan afleiden. We gaan ook al onze eigen schutterstukken van Hals scannen. Die zijn allemaal onder Hals supervisie afgemaakt, dat weten we. Die waren al beroemd in de 17e eeuw, daar kwamen toen ook al toeristen op af. Perfect. Ja, heel spannend natuurlijk. Ja, alles wat helpt om toch weer een nieuw puzzelstukje te ontdekken is geweldig. Ja.